In de natuur geldt eigenlijk maar één ding. Of twee dingen. Eten of gegeten worden. Zo begint de documentaire Wild Zwijn, die morgen in première gaat. De film is geregisseerd door Willem Baptist en is opgenomen in Gelderland. En gaat over de relatie tussen de mens en het zwijn. Wij hebben een merkwaardige relatie met die zwijnen. Dus ja, aan de ene kant zien we ze graag in onze natuur rondlopen. Ja, sommige mensen willen het dier dood hebben, anderen bevechten hun rechten. En we sturen zelfs mensen het bos in om, als een zwijn wordt aangereden door een auto, om ze uit hun lijden te verlossen. Baptist heeft een jaar lang aan de film gewerkt en op verschillende plaatsen in de provincie gedraaid. Zoals hier bij Kootwijkerzand. De film is gemaakt met een duidelijke boodschap. Ik wil in deze film overbrengen dat wij als mensen ten eerste verward zijn met de natuur. En dat we eens goed moeten nadenken over wie wij zelf zijn ten opzichte van die natuur. Misschien hebben wij nog wel wat wilde dieren hier. Maar misschien zijn wij verleerd om nog wild dier te zijn. Laspak. Een plaag. Een gevaar. Men kan ze wel schieten.